Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Dave Fish Team. We gaan een nieuwe aflevering van Carp Vissen Met publiceren. En achter mij staat hij hoor, Niels Stra. Misschien kennen jullie hem wel. Hij is, waar ben je eigenlijk bekend van? Wat doe je zoal? TikTokken ben ik ondertussen veel aan het doen. Dagvlogjes maken, maar ook Instagram. Ik heb wel artikeltjes voor KWO geschreven, vind ik heel leuk. Ja. Dus daar zouden mensen mij van kunnen kennen. Ja, hij gaat echt als de brander op TikTok. Dus volg het account sowieso even. Maar we zijn dus... Ik ben niet op de plek waar ik normaal vis, niet in het Westland. We hebben een stukje hier moeten rijden. En we gaan eigenlijk twee stekken bevissen achter ons kanaal. En dan morgenochtend, wat is dat plan? We hebben een dagstek, meer een parkwatertje. Dus we gaan het eerst hier proberen op het kanaal om een visje te vangen. Ja, dus we gaan snel de tent opzetten, want de regen die begint al. Het is een beetje grote weer. Dus, tot zo. Hey jongens, ik zit net in de tent. Hij staat op tijd. Het is nu aan het regenen. Zo. Niels, hetzelfde verhaal. Inderdaad, flink wat regen ook. Dus even de spulletjes klaarmaken in de tent. Ja. We zijn hier in Noord-Brabant, waar ik ben geboren en waar ik nog steeds woon. We zitten hier op een kanaal. Er zit een goed bestand hier op het kanaal. En we gaan proberen vannacht hier een mooie vis vandaan te plukken. Kijk, je hebt een beetje gevoerd toch? Ik heb hier 3 dagen heb ik hier voorgevoerd. Dus... Ja, dat moet goed komen dan. Moet goed komen inderdaad. Ik kom in een gespreid bedje, kom ik aan. Ja, inderdaad. Ja. Perfect. We gaan de stek bepalen. We gaan pop-upjes gooien naar... Wat heb je daarvoor eten? Mexicanus. Naar de Mexicanus. Ik ben team pop-ups. Wiets is team wafters. Kijk, en we gaan kijken wie het dichterbij kan gooien. Mag jij eerst? Hier, wafters. Ja. Waarvoor? En wat nou als je dichtstbij bent? Wat ja, gebeurt er dan? Die dichtstbij is, die mag de stek kiezen. Die mag de links of rechts kiezen. En welke stek is beter? Geen idee. Oh, nou, ik weet het ook niet. Ja, ik denk dat we een winnaar hebben. We hebben een winnaar. Ja, en dan gaan we eens even kijken. Links of rechts. Dat is lastig. Zo jongens, mijn hengeltjes zijn beaast. Ik heb hengeltje 1 een helikoptersysteem. Met een bolletje die Niels gevoerd heb. Gaat hij zelf wat over vertellen straks. Maar die 3 dagen gevoerd. Dus daar moet de vis op zitten. En de andere ga ik met een Ronnierig vissen. Met een banana pop-up. Tijgeruitkopen.nl. En ik vind het echt de toppers in het voorjaar. Ze zijn wit met geel gecombineerd. Dus dat zijn sowieso mijn 2 favoriete kleuren pop-ups. En in het voorjaar heb ik echt veel mooie vis al meegevangen. Dus die hangt eraan en dan gaan we gewoon een beetje verspreid eromheen bijvoeren. En dan ga ik zo bij Niels eens kijken wat die van plan is met zijn engels. Zo jongens, we willen op alle dieptelagen van het kanaal vissen. Er is ook één engeltje onder de kant. Je ziet achter mij heb je een buis met allemaal stromend water wat uit zijschoot komt. Ik ga daarvoor echt vaak iets warmer water uit. En dat is een goede steek. Dus een beetje op 3 uit de kant. Lekker laten zakken en dan richt de eerste engel. Ik ga vandaag aan de slag eentje met een normale simpel onderlijntje. Hier een stukje stijf en een stukje gestript. Met een oranje pop-up. Altijd goed kijken of de haakaas goed uitgebalanceerd. Ik gebruik daar een emmertje voor. Kijk. En? Zo Niels heb even gevoeld met een roodje op de bodem. Er zit toch best wel veel, wat was het met je drap hè? Ja, veel bladafval. Drap en blad inderdaad van die bomen. Dus toch maar even de hengel die in de vaargel gaat een schuimpje erop. Te voorkomen dat er vuil op je haak komt. En dat wil je niet. Het was even niks te vis. Dit hengeltje even inknallen en dan liggen we. Yes, dames en heren. Daar gaat mijn tweede hengeltje. Met dus de voorgevoerde bol. Mooi te vallen. Niels. Yo, ik heb 3 dagen heb ik voorgevoerd met de Sweet Merit & Kreen van ProLine. De 15 mm en de 20 mm. We vissen met 4 hengels met verschillende haka's. Ronnierig met een oranje pop-up, een gele pop-up. Oké, Niels, jij als ervaringsdeskundige, hoe pak je dat voeren nou aan op zo'n stek? Ja, ik heb daar heel de overkant heb ik aangevoerd, eigen kant heb ik aangevoerd en de vaargel. Eigenlijk heb ik hier gewoon alles aangevoerd. En nou voer ik meer waar de hengels liggen en een stuk minder dan met het voorvoeren. Ja. Zo een snelle aanbeet te forceren. Of in ieder geval deze nacht.
Dus, dat zijn mooi. Deze nacht is snel genoeg. Deze nacht, ja. Als hij maar afgaat. Als hij maar afgaat. Ja, Niels zei van, hou jij hamburgers? En wat zei ik toen? Weet je dat nog? Nee, we doen een keer wat anders als hamburgers. We doen een keer wat anders. Mexicano hebben we. Zo is het. En hier nog een kipcorn. Ik dacht, we gaan naar Brabant, we gaan alles anders doen. Dus, morgen vroeg worstbroodjes. Morgen? Ja, morgen. Zo lekker, ja, daar heb ik wel zin in. Die heb jij geregeld? Ja. Goeie zaak. Jongens, we hebben lekker gegeten. Twee Mexicanen en een kipcorn. De buikjes zijn weer gevuld. En ik zit hier even met Niels. Ik denk even een paar vragen stellen, dus misschien voor jullie kijkers wel leuk. Ja, waar die soort van bekend van is, dat hebben we al benoemd. Zijn dus TikTok link staat hier ook onder in de beschrijving. Maar hoe ziet jouw visserij een beetje uit? Ja, maar... jij zegt, ik heb vorig jaar of het jaar ervoor 80-80 gevist. Maar hoe is dat opgedeeld? Hoe is het opgedeeld? Ja, ik vis voornamelijk door de week. Als ik in het weekend ga vissen, heb ik altijd wel een reden waarom ik niet in het weekend wil vissen. Ja. Vaak is het in het weekend weer druk. Of stekken die bezet zijn. Je kunt niet echt lekker voorvoeren. Ik ben echt van het voorvoeren en mijn sessies goed voorbereiden. Ja. En vaak zie ik dat in het weekend dan de stekje weer bezet is. Als ik in de file sta of je werk dan. Inderdaad, vind ik heel erg zonde. Voeren vind ik niet erg, maar voor een ander doe ik liever niet. Nee, snap. Maar, Oké. En wat voor type water vis je dan? Of verschilt dat? Ja, het verschilt heel veel. Ik vis op zowel op kanalen als al op grotere wateren. Met rubberboot de laatste tijd steeds meer, dat vind ik ook heel leuk. Vet. Lekker het grotere water op. Mooie stekjes uitkiezen. En ik hou echt van vissen in de rust. Dus voorheen vis ik nog wel eens op die druk beviste wateren. Dat ben ik steeds minder gaan doen. Ja. Dus tegenwoordig gewoon zie je lekker aan het kanaal. Of ergens rustige natuurwatertjes. Waar je echt lekker je ding kunt doen. En lekker s'avonds lekker in je eentje kunt vissen. Ja, nou, lekker. Ja, het is nu 20 april. Ja, kan inderdaad. 20 april. Maar het is best wel een koud voorjaar geweest, zoals jullie hebben gemerkt. Veel regen, veel wind. Pas weinig zonnige dagen. Dus het echte voorjaar voor het vissen moet nog komen. Mm-hmm. Jij hebt natuurlijk doorgewind te vissen. Wat is nou jouw tip voor de kijkers om een succesvol voorjaar te hebben? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Nou, ik zou sowieso altijd in het voorjaar op zoek gaan naar de vis. De vis die zwemt ook erg gegroepeerd. Dus vaak laten ze eigenlijk al wel zien. Pak de ondiepe stekken. Daar warmt het natuurlijk wat sneller op. Dus daar zal die vis eigenlijk ook het eerst laten zien. Gewoon lekker rondom het water lopen. Goed kijken waar je activiteiten ziet van vis. Ja. En echt zorgen dat je in het voorjaar op de vis aan het vissen bent. En dan kun je echt... Dan kun je echt wel mooie vissen gaan vangen. Ja. Ja, jongens, als laatste vraag, want ik dacht dat het misschien wel leuk aan Niels om te vragen. Wat is nou echt jouw doel? Wat wil jij echt nog bereiken met vissen? Wat wil je graag nog vangen? Waar wil je nog vissen? Wat is echt jouw grote visdroom die je nu nog hebt? Goed, dat is een goede vraag. Het lijkt me wel heel gaaf om nog een keertje echt naar het zuiden van Frankrijk te gaan. Daar op die kraakheldere wateren. Daar te vissen en dan echt daar een monster schub vangen. Okay. Van dik over de 30 kilo, dat lijkt me wel heel gaaf. Helder water, bootje trillen. Ja, inderdaad, vanuit de boot trillen, dat je die vissen onder je ziet. En zo'n dikke rug van zo'n echt gigantische schub. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Voor nu doen we de camera weer dicht. Dan gaan we de vingers crossen. En dan hopen we dat de dikke bak komt vanavond. Want een mooi bestand zit er op dit kanaalbak. Dit is het gewoon druk om het te noemen. En als er een vis komt, dan is het waarschijnlijk een mooie. Het is waarschijnlijk een hele mooie vis. Daar gaan we maar boven. Zo jongens, de hengeltjes liggen op scherp. Helaas nog geen actie gehad. Wij gaan zo onze tentjes opzoeken. En bij een aanbeet dan... Je zit al in je tent, hè? Ja, ik zit al in mijn tent inderdaad. Maar, en bij een aanbeet dan zullen jullie van ons horen. Ja, dan zijn jullie als eerste erbij. Als eerste inderdaad. Dat is de eerste rij. Hey, wat rusten. Trusten. Nou, goedemorgen. Wat is er gebeurd? Goedemorgen, er is niet zoveel gebeurd helaas. Maar deze, die horen natuurlijk ook bij kanaalvissen. Gaan we brengen. Een blinkje inderdaad, wel een paar piepen gehad, maar dat is het kanaalvis. Vis die komt er niet overheen, niet gehaast. Veel regen gehad vannacht. Ja. Niks aan te doen. Zonde. Maar we hebben nog een plan B. We gaan hier nu naar een putje in de buurt. En kijken of we daar iets kunnen vangen. Ja. Ik hoop het wel. Het is 100% vangstkans toch? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar dat is wel een goede kans hoor. Oké. Okay. Dus, we gaan het zien. De dames en heren, we zijn ingepakt, 20 minuten verder. En we kunnen naar het dagwatertje. Niels zegt een hele grote kans op toch een visje. Zullen we misschien niet heel groot zijn. Maar je weet het nooit. We gaan er naartoe, het is niet ver. Dus we zien je bij dat water. Zo Niels,
Nieuwe water, nieuwe kansen. Ja, nieuw water, nieuwe kansen inderdaad. Wat gaan we doen? Activiteit zien van vis. Ook zo daar alle vis draaien. Kijk. Dus ik denk dat we in die richting gaan vissen. Bestand, kan je daar wat over vertellen? Ja, er zit gewoon goed bestand op. Veel verschillende vis. Beschupte spiegels. Okay. Ook wel mooi beschupte spiegels. Maar in het algemeen wel het kleine formaat. Maar, qua tactiek, wat denk je dat het beste hier werkt? Ik denk dat we hier gewoon aan de slag gaan met Ronnie Rigs. Of Chot Rigs. En dan in de buurt van springende vis. Oké. Okay. Twee engeltjes? Twee engeltjes, inderdaad. Dus, en dan moet het goed komen. We gaan snel de spullen verpakken. Zo, inmiddels zitten we in de tent. Het ging toch even regenen. Beter gaan we ons niet nat laten regenen. Dus een schaaltentje voor een paar uurtjes. We kunnen zo de engels erin. Zo Niels, hengeltje zeggen. Wat is er gebeurd op het water? Op het water, veel activiteit van vis. We zien echt veel vis springen. Ja. Dus we liggen er bovenop. Dus, een paar handjes bollen erbij. Een paar handjes bollen erbij inderdaad. En, dan, en die andere zit deze tegen de tak aan? Ja, die heb ik daar tegen de overkant aan liggen. Je zou het denken, hij moet binnen een uur aflopen, zou je denken? Zou je denken? Nou, ondertussen was ik een bakje koffie aan het zetten. Maar mijn gastenstel met het gasvest die ging in de fik, in de tent. Maar ik had net genoeg, net snel genoeg naar buiten getrapt. Dus die is overreden, helaas. Dus nu hebben we geen koffie. Snelle actie. Yes, daar is die hoor. Hey, Wietz, eerst dus voor jou, hè? Oh ja. Ik zal hem pakken. Ik zal even kijken op mijn horloge. 17 minuten richting hier, jongens. 17 minuten? Niels zegt, ja, zoveel vis, springende vis. Hij moet al snel gaan. Inderdaad. En ik zit nog aan mijn koffie. En hij gaat al. Dus, hij gaat al. Lekker, man. Vissende TikTokkers, hè? Je moet alles vastleggen. Alles moet vast worden gelegd, inderdaad. Is dat? Spiegeltje. Ja, een klein spiegeltje. Kijk. Je mag hem scheppen als je wil. Ik ga hem scheppen. Yes. Hoppa. Hoppa, lekker man. Zo, de vis ligt even in het netje. Zo. Maar meteen de hengel erin. Waar heb je hem opgevangen net? Op een roze pop-up op een Ronnie Rig. Kijk. Op een nootje, chocolaatje, duw je de anti-tangle-sleeve in. Zodra de vis hem oppakt, dan wordt hij van het centrale midden van het loodje wordt hij opgepakt. Extra snelle prikker en het werkt. De eerste vis, klein spiegeltje, gevangen op het roze pop-upje op de Ronnie Rig. En ja, de blinkzever eigenlijk, helaas vannacht niks weten te vangen op het kanaal. Maar ja, dat is kanaalvis inderdaad, daar kun je niks van zeggen. De vis die komt langs. Of ze komen niet langs. Veel regen gehad vannacht, dus absoluut geen gunstige omstandigheden gehad. Maar hier een mooie blanksaver. Ik hoop eigenlijk dat we nog wat meer kunnen vangen. Ja, dat zat er wel. Dat je ook nog een mooie vis kunt vangen. Zo is het. Zo, die ging er als gek vandoor. Die ging achter zijn brander. Holy shit. We staan een beetje naar achter open, zodat hij niet meer gaat. Maar, hij gaat het ook wel op. Hij had een lekker rulletje. Zo, die ging er lekker vandoor. Het duurt al lang. Maar dit is toch mooi dit. Lekker hoor. Kijk, daar staat hij lekker te drillen. We waren eigenlijk net bezig om worstbroodjes te maken. Maar die moet even op zich laten wachten. Eerst deze vis veilig landen. Hoppa. Ja, ja. Binnen jongens. Hey. Lekker. Mooie visie, hoor. Ja. Zijn we blij mee? Laat eens even zien. Ja, een mooi spiegeltje. Dat vind ik altijd leuk. Zo. Bij ons in de omgeving zitten er niet zoveel. Inderdaad, mooi spiegeltje. Ja, dames en heren, ook mijn eerste visie. Binnen anderhalf uur nadat we de eerste hengels ingooiden, ging die af. Ook tegen de takken. Het is toch een mooie vis voor het water, als ik Niels mag geloven. Kwam op het roze pop-upje tegen de takken aan. En ik ben er blij mee. Ik wil nog heel snel de andere kant laten zien. Mijn eerste vis in Nederland dit jaar, jongens, zit me nu te beseffen. Slechte zaak. Het is eind april, maar dat we maar veel mogen volgen. Mijn beestje. Zo. Lekker hoor. Lekker. Hey Niels, we hebben een probleempje, zei je. Olijfolie is gestold. Bizar, joh. Hoe gaat het drijven iets? Hoe ken je dat, joh? Ik heb dat nog nooit gezien. Nou, wij vissen altijd met pannetjes waar je geen boten nodig hebt. Ja. Maar zulke struggles heb je dus als het koud is.
En nu? En nu zonneboten natuurlijk. Lekker aanbranden. Goed voor de gezondheid. Vaak draaien. Yes. Brabantse lekkernijen. Worstbroodje klaar. Oei oei oei. Daar heb ik toch wel zin in. En wat was het doel een beetje? Misschien nog één runnetje en dan opruimen? Ja, inderdaad. We zitten nu anderhalf uur te vissen. Zoiets. Ja. Een uur en drie kwartier. Ik denk, we pakken nog één visje en dan inpakken, denk ik. Ja. Of het moet zijn dat we er nog niet genoeg van hebben en dan pakken we nog een paar meer. Ja. In ieder geval, het gaat in ieder geval lekker nou. Het is, Wink staat mooi op ons kantje. Het gekke is, de rechtengel hier zo, zien we heel veel vis draaien. In het midden. De linkengel zien we eigenlijk niks. Dat is deze en de richten tegen de takken. Maar daar vangen we twee keer run op. Die vis in het midden lijkt alsof ze heel hoog zitten. Want het water is 5 meter diep. Oh, rijdrun. Lekker hoor. Dit is toch wel mooi. Nou, bij deze. Ik wilde zeggen, de vis zit hoog. We hadden een zicht moeten gebruiken. Maar toch gaat hij af. Oké. Vis nummer 3. Deze die kwam net voorbij tijdens het praatje. Een hele mooie live run op beeld. Mooi spiegeltje. Gevangen op de diepe stek, ongeveer 5 meter. De andere twee vissen die kwamen van ongeveer 1 meter. Oké. Dus ja, hele mooie sessie zo. We hadden net gekeken inderdaad, een uur en drie kwartier zijn we aan het vissen. En 3 vissen zijn we rijker. Helaas niks op het kanaal. Maar dit maakt toch wel het blenken op het kanaal goed. Als zo is het, zo is het. Zo, we zijn begonnen aan de tweede ronde worstenbroodjes. Niels hebben we ingeworpen. We hebben echt in 10 minuten tijd denk ik 2 lossen gekregen. Ja, helaas. 2 lossen zonde. Inderdaad. Hoort erbij. Niks aan te doen. Nee. Maar, misschien dat er nog 1 keer afgaat en dan stoppen we ermee. En anders dan, dus we hebben nog voor 1 keer ingegooid. Bollen zijn op. Bollen zijn op. Ja, we hebben nog genoeg in de auto liggen hoor. Maar voor nu. Beter nou. Dus als de vis voorbij komt gezongen, pakt hij de ene pop-upje. Zijn mooi ze. Moet werken. Yes. Zo, het weer is omgeslagen. Lekker zonnetje. We zitten nu lekker hier te chillen. Het matje is aan het drogen. Dus misschien dat hij nog een keer gaat. En anders is het mooi geweest voor nu. Oh, daar gaat hij. Ja. Lekker jongens. Afzijten erin. Ah, je gaat mooi het open op. Ja, net inderdaad 2 vissen gelost. Ja, zonde. Echt zonde. Maar deze die gaan we landen jongens. Ja, lekker hoor. Dus genieten. In het zonnetje. In het zonnetje inderdaad. Wat wil de mens nog meer? Hoppatee. Hoi, joh. Daar gaat hij. Tweede live run. Wil net een vis op de foto zetten. En daar gaat hij. Oh. Staat hij al in de schoen. Zo, lekker hoor. Heerlijk hier in het zonnetje. Lekker voor aan het drillen. Wilde net die vis van Wiets op de foto zetten. En toen ging deze er al zo vandoor. Dus kunnen we mooi gecombineerd doen. Inderdaad. En dan zijn de engels meteen eruit. En de engeltjes zijn er allebei uit. Zoals mooi einde. Wat wil je nog meer? Vissen in het zingetje. En daar komt hij al. Dus we gaan hem even scheppen. Yes, dames en heren. Kijk eens, al een einde. Perfect, die vis voor mij ging af. We wilden de vis op de foto zetten, ging die van Niels af. Nu zijn beide engels eruit en 2 mooie afsluiters. Ja. Voor mij past teken in die van Niels. Maar toch heb ik veel actie gehad in de ochtendjes. Inderdaad, ja. Goeie, bijna 3 uur aan het vissen geweest. Ja, 2 uur 42 om precies te zijn. 6 runs. Dat is heel effectief, zonder voor te voeren. In stand, ja. Dus we gaan een fotootje maken en dan weer terug. Ja. Bedankt voor deze sessie, vond het leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. En dat moeten we nog eens doen. We moeten er nog eens een keer over doen inderdaad. Yes. Ja, bedankt voor het kijken allemaal. En wie weet tot de volgende. Ja, abonneer op zowel het DF Fish Team als volg op TikTok en de Instagram van Niels. En dan zien we je volgende week weer. Yes. Later.